Welkom, welkom allemaal bij deze bijzondere, uitzonderlijke installatie van de 10 nieuwe leden van de Academie van Kunsten. Helaas geen gezellige, feestelijke, drukke samenscholing, zoals we allemaal weten. Ah, daar zijn ze. Maar een online gebeuren. Maar hopelijk wel, die is wel hopelijk verbindend. En ik hoop ook dat jullie allemaal een goede verbinding hebben. Alle kijkers hebben zich geloof ik al bijna 200 mensen aangemeld. Welkom allemaal. En de 10 nieuwe leden, ik zie ze nu al in Zoom voorbij komen. Hier, u weet, de Academie van Kunsten is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En hier zitten we in het honk, nou ja, wat zeg ik, het prachtige trippenhuis, de thuisbasis van de KNAW. En hier mogen dan maximaal 10 mensen bij elkaar zitten. En dat is voornamelijk productie, techniek. En dan 3 hele belangrijke mensen, nou ja, 4, waaronder ik natuurlijk als moderator, Andrea van Pol. Maar de president van de KNAW zit daar, Ineke Sluiter. Zij zal straks aan het eind iedereen toespreken en de gongslag geven. Dan Lisbeth Bik, zij is vicevoorzitter van de Academie van Kunsten. En Anne Vechter, last but not least, zij is voorzitter van de Academie van Kunsten. En ik wil haar nu heel graag het woord geven. Anne Vechter. Namens het bestuur van de Academie van Kunsten, welkom aan allen die hier via een Zoom-verbinding vanuit werkkamer, atelier, kantoor, studio, slaapkamer, achterzaaltje, voorzaaltje, park of auto met ons verbonden zijn. Mijn naam is Anne Vechter. Ik ben inderdaad de voorzitter van de Academie van Kunsten. En ik spreek u toe vanuit de Tinbergenzaal in het Trippenhuis in Amsterdam, het domein van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, stem en hoeder van de wetenschappen in Nederland. Zoals de Academie van Kunsten stem en hoeder van de kunsten wil zijn. Daarom een warm welkom aan de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Heel erg fijn dat u vanmiddag bij ons bent. Het zijn bijzondere tijden. We hebben dit moment lang moeten uitstellen. Maar nu zijn we onbeperkt blij om live kennis te maken met onze nieuwe leden. Vanmiddag vieren we de officiële bevestiging van het lidmaatschap van 10 nieuwe leden van de Academie van Kunsten. Illustere namen, excellente kunstenaars uit literatuur, dans, muziek, podiumkunsten, film, architectuur, beeldende kunsten en hybride vormen die tot de Academie toetreden vanwege hun uitzonderlijke artistieke inspanningen, verdiensten en betekenis voor de kunsten, voor de samenleving, nationaal en meestal ook internationaal. Lieve Dries, Glenn, Halina, John, Theo, Iconé, Michael, Hanna, Maxime en Raaf, welkom in de Academie. Het heeft even geduurd, maar nu mogen we jullie eindelijk ontmoeten. De feiten en de effecten van de crisis waarin we terechtkwamen bliezen bestaanszekerheid voor velen van ons, zo niet voor iedereen in het land, om. Aan het begrip transformatie, dat afgeleid uit de Latijnse formare, groeien of vormen betekent, werd een component toegevoegd, disbalans. Je zou zeggen, disbalans, bekend gebied voor makers. De onzekerheid of disbalans is precies de uitgangspositie die creatie van beelden en perceptie mogelijk maakt. Onzekerheid is een gesteldheid waarmee kunstenaars dagelijks omgaan. Wat zie je? Hoe beweeg je? Waartoe verhoud je je? Waarbij sluit je je aan? Wat wil je niet meer? Wat gooi je weg? Wat laat je toe? Wat hak je doormidden? Willen we nadenken over de transformatieve kracht van de kunst, dan staan we voor de vraag of kunstenaars vandaag een verschil kunnen maken. Jullie doen wat daarvoor nodig is. Jullie zijn makers die op excellent niveau beelden scheppen die body and soul, denken, voelen en intenties bevragen. Jullie werk in al die verschillende vormen toont eigen visie op de wereld waarin we ons bevinden, steeds actueel, menselijk, verbonden, onderzoekend, plagend en verlokkend. En daarmee zijn jullie het levend bewijs van de waarden die de kunsten willen uitdragen, samengevat in verheven woorden als inlevend, bewustmakend, bindend, vooruitdenkend. Het zijn de ingrediënten die een maatschappij openhouden. Weg van verschrompeling, stress en ongelijkheid, maar vitaliserend en vooral gericht op een leefbaarder en gelijkwaardige toekomst.
Meer dan ooit liggen er kansen het kunstenaarsbrein in te zetten om een andere, leefbaardere wereld voor te stellen. Ja, of, nou ja, tja, zoals de Turkse dichter Orhan Veli Kanik in 1945 dichtte: ik koop vodden en ik maak er sterren van. Muziek is het voedsel voor de ziel. Ik ben dol op muziek, ik schrijf gedichten en koop vodden. In ruil voor vodden koop ik muziek. Waar was ik ook nog maar een vis in een fles raki? De academie kan bij uitstek de plek zijn voor verdieping van nieuwe perspectieven op complexe vraagstukken. Zo stellen we ons een samenleving voor waarin een basisinkomen als uitgangspunt voor vrijheid is genomen. Of we duiken diep in de geschiedenis om de wortels van hedendaags racisme bloot te leggen. Met andere woorden, de vraag naar de waarde van kunst vertalen wij naar de waarde van het talent om het ondenkbare te denken. En dat doen we niet alleen. De academie is een ontmoetingsplek voor kunstenaars en wetenschappers. Het kapitaal wordt aangemaakt door de synthese van hun kennis. Lenigheid van denken, in onderzoeksmodus bij beide disciplines, opent een schatkist aan kracht, transformatieve kracht zo je wilt, aangereikt vanuit leden van de KNRW, de Jonge Academie en de Academie van Kunsten. En ook daarom werden jullie uitgenodigd lid te worden. Ook daarom zijn wij zo blij met jullie. We kijken uit naar jullie visies en ervaringen, jullie beelden, jullie werk. We nemen jullie graag op in de kring van de experts in het stellen van de ongemakkelijkste, liefst roekeloze vragen. De taak van makers is niet het zoeken naar betekenis, maar juist het ruimte scheppen voor die betekenis. In de ruimte die we soms letterlijk, soms beeldend of muzisch openen, is iedereen welkom, maar die moet verdedigd worden. De ruimte die we binnen ons werk steeds weer scheppen is de plek waar vitale energie wordt aangemaakt. Voor iedereen. In crisis is die vitaliteit een bestaansvoorwaarde. Aan de lijst vitale beroepen waarvoor we groot respect hebben, kunnen de kunsten moeiteloos worden toegevoegd. Moeiteloos. Omdat het moet. Losgezongen. Omdat het mag. Lieve nieuwe leden, heel veel plezier vanmiddag. Jullie worden in het zonnetje gezet. Daarna treden jullie toe tot het vrolijk, divers, radicaal, ernstig en sprankelend gezelschap dat de Academie van Kunsten wil zijn. Veel plezier. Dank. Dankjewel, Anne Vechter, voor deze mooie woorden. Ja, hoe ziet het programma eruit? We hebben 10 nieuwe leden en Anne zei het al, die worden allemaal even in het zonnetje gezet. Een zogeheten ode wordt er aangebracht. Een ode die grotendeels van tevoren is opgenomen. Mensen uit het vakgebied, naasten. In ieder geval mensen die degene, de nieuwe leden, heel erg goed kent. En dan na die ode heb ik dan elke keer een kort gesprekje met het nieuwe lid. En zo gaat het dan verder. Dus het is ode, gesprekje. Maar het wordt geloof ik niet saai. Want eigenlijk, de disciplines zijn al zo uiteenlopend en de mensen zijn al zo uiteenlopend. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet... Niet tegenvallen en het vliegt natuurlijk voorbij. Dan zijn we iets van 5 kwartier verder en dan komt dan uiteindelijk de speech van de president van de KNW en dan wordt iedereen geïnstalleerd. We gaan beginnen met de eerste ode. En dat is meteen eigenlijk de jongste discipline van de academie, want het is namelijk spoken word hip-hop. Yo! En het is namelijk niemand minder dan Typhoon, dat is het nieuwe lid en hij wordt, ja... De ode die aan hem wordt gebracht is door zijn broer. Hij is ook artiest, producer, Kevin de Randami. Ik krijg even nu de titel, want het is nogal een veel. Hij is CNO en eigenaar van Brainworks. Hij heeft nog heel veel meer en hij heeft eigenlijk een prachtige ode. Hier is Kevin de Randami. De godzoeker met appeltje F. Zoals de Amsterdammer terecht mijn gabbertje zegt, kan ik met recht zeggen dat Glenn de Randami mijn zeldzame diepe vriend is, al was hij 6 en ik 14 jaar oud. En hij zijn eerste rijm met de zinnen opbouwt met iets meer motherfuckers dan ons vandaag lief is. De zoektocht verdiept zich toen en nog steeds. Wie Thais werklichaam scant en de malen dat het woord liefde valt telt, is een appeltje F verwijderd van het gospel, want in het woord liefde vind je God wel.
Zoek en vervang liefde voor God en Lobby de Bassie maakt u een slaaf van de liefde. En wie dat weg probeert te redeneren, nodig ik uit om te leren een festival te presenteren. Waar titanen resoneren bij een deinende menigte op groen festivalgras. Waar VVD'ers hand in hand staan met bijeeners. Alsof er nooit iemand pro- of anti-Zwarte Piet betogers had verdedigd. En jij en ik zijn als door God gedragen van onze dakloze dagen naar onze stromende tranen op Minimi. De opofferingen tot de grote overwinning van de tragedy. Je hebt de liefde niet hoeven zoeken, want liefde heeft jou gevonden. Al reeds in het harde, zwarte parel in een witte schelp losgekomen uit een stille hel die vermomd onder publieksgejoel en 100 decibel haar tol eiste. Om vervolgens in een uitverkocht tolhuistuin met liefde het podium en je licht terug te eisen. Waarom je deze prijs ontvangt, weet ik niet en het zal me worst wezen, maar hiermee is wederom bewezen hoe je leven een schijnend voorbeeld is van de kracht van kwetsbaarheid. Dus ga door, bouw bruggen, loop eroverheen en krijg die kogels met je naam erop. Neem al die kogels en zet ze naar je hand, want alleen zo beweeg je de matrix. Blijf die architect. Help ons onderscheiden wat echt is. Jij die in dit gezelschap meer dan op zijn plek is. Die van liefde een wetenschap heeft gemaakt. De godzoeker in het lichthuis. Die uitkijkt hoe de branding de rots kust. Die de boom vingert en het mos kust. Die de kosmos bedankt na een rotvlucht. Omdat de lessen hem meer waard zijn dan het comfort van een ongekroonde koning. Ik hou van je broertje. Aldus Kevin, de Randami Glenn, alias Typhoon. Ben je er? Nee, hoor je me? Hey Glenn. Ja, wat goed je te zien. Je mag iets harder, voor mij betreft. Ja, het zit wel in de genen bij jullie, zegt die dat gevoel voor taal. Wat? Ik heb het allemaal van mijn broer geleerd, dus ik vind het heel erg bijzonder dat hij de ode doet. Ja, in deze tijden van polarisatie, jij als bruggenbouwer, hoe ga je het nu aanpakken? Want het lijkt alleen maar nog meer te polariseren. Nou, zo'n goede vraag. Ergens ben ik me heel erg ervan bewust dat het zijn verschillende kanten van dezelfde medaille. Dus ik ben een product van deze tijd, ik ben een kind van deze tijd, maar tegelijkertijd realiseer ik me heel erg dat de waarden waarvoor ik sta en waaruit ik put om mijn kunst te uiten en me uit te spreken, dat het niet zozeer met die kanten van die medaille te maken heeft, maar dat het heel erg vanuit de kern gebeurt. Dus mijn broer noemde het al liefde. De noodzaak om te willen creëren, om vooruit te brengen, creëert bijna een derde element daarin. En ik probeer zo min mogelijk, wat heel lastig is deze tijd, zo min mogelijk een of slachtoffer of helemaal entangled te zijn in de omstandigheden van deze tijd, maar heel erg naar mijn eigen kern te gaan en van daaruit weer me te uiten. Dus ja. daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig. Ja, en het feit dat je nu hier toetreedt, hè, dat je eigenlijk, nou, dat is een beetje een andere omgeving dan waar je volgens mij, waar normaal je publiek staat. Wat denk je dat de academie jou kan bieden? Dit podium, wat ook ongevraagd advies kan geven aan de regering, wat gecombineerd is met wetenschap? Ja, ik heb mezelf altijd onderzoeker genoemd. Ik heb op een blauwe maandag gestudeerd aan de UvA. De muziek. Wat? De muziek, ja. Ik heb religiewetenschappen gestudeerd. En dat was eigenlijk uit de vraag, wat drijft de mens? Dat is altijd mijn hoofdvraag geweest. En binnen dat onderzoek heb ik weer muziek gemaakt of heb ik geschreven. Dus ik vind het heel erg interessant om te ontdekken wat de academie daarin nog meer doet en hoe ik daar een steentje aan bij kan dragen, maar ook hoe de academie mij daarin kan ondersteunen in die vraag, in het bijdragen aan de verbinding in deze tijd en voor de toekomst eigenlijk. Goed, dat zal vast lukken. In ieder geval gefeliciteerd met je aanstaande lidmaatschap, Glenn. Typhoon, we gaan naar de tweede ode en die wordt uitgesproken door Kiki Raposo de Haas. En zij is zakelijk leider van onder andere Kalefax. En dat gaat over de saxofonist Raaf Hekkema.
Even kijken of die klaar staat en we hopen dat die verbinding wat vlotter gaat. We gaan dus nu kijken naar de ode van Kiki Raposo, de Haas. Wow. Beste ja. mensen, aan mij de eer om in deze korte video ode saxofonist Raaf Hekkema aan u te introduceren. Van alle kunsten is muziek misschien wel het meest rigide ingedeeld in hokjes. Zeker binnen het genre wat wij klassieke muziek noemen, worden die grenzen vaak stevig bewaakt met strenge etiketten, geschreven en ongeschreven regels. Gelukkig zijn er visionaire muzici die zich daar niet door laten belemmeren. En die dwars door de hekjes heen banjeren om buiten de gebaande paden een nieuw speelveld te creëren. Zo'n muzikus is Raaf. Als saxofonist kom je er binnen de klassieke muziek maar bekaaid vanaf. Omdat het instrument zo jong is, slechts 180 jaar oud. Maar Raaf nam daar geen genoegen mee. Met de oprichting van Kalefax, nu al meer dan 30 jaar een van de meest oorspronkelijke en succesvolle kamermuziekensembles ter wereld, heeft hij het muzikale universum vergroot. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle saxofonisten en ook voor andere muzici, jong en oud, wereldwijd. Voor rietkwintet Kalefax, maar ook voor solo saxofoon, heeft Raaf een schat aan repertoire gecreëerd door composities uit de hele muziekgeschiedenis te hercomponeren. Hier is moed voor nodig. Want binnen de klassieke muziekpraktijk is de oorspronkelijke tekst heilig. Door deze onaantastbaarheid laat Raaf zich gelukkig niet weerhouden. Oude partituren worden zorgvuldig door hem uiteengerafeld. En van al die muzikale draadjes creëert hij een nieuw weefsel, waardoor er levendige kleuren en spannende patronen herkenbaar worden die eerder onopgemerkt bleven. Oude muziek wordt zo nieuw leven ingeblazen, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook nodig om deze bijzondere kunstmuziek in levende vorm te laten voortbestaan. En hoe die levende muziekpraktijk er in de toekomst uit zal zien, dat weten we niet. De huidige crisis slaat in onze sector verwoestend om zich heen. Maar dat de toekomst van de muziek bij jou in goede handen is, Raaf, daar kunnen we op vertrouwen. Lieve Raaf, van harte gefeliciteerd met je installatie als nieuw lid van de Academie van Kunsten. Dank, Kiki. Raposo de Haas over Raaf Hekkema. En als het goed is, hebben we een verbinding. Raaf, are you there? Hoi, ik ben er volgens mij. Je ziet een heel, heel donker hol. Is dat je studio of zo, of niet? Nee, dit is de camera doet dit. Oh, de camera doet dit. Kiki zei het al, je bent eigenlijk een meester in het hercomponeren, in de arrangementen. Je durft eigenlijk van alles aan. Je zei ooit, ik zie instrumentatie, arrangement, compositie als een soort continuum. Wat moet volgens jou een goed arrangement in zich hebben? Ja, Kiki zei, ik kan het niet beter verwoorden dan Kiki. Er moet een nieuw licht komen op een oude compositie. Ja, we verkeren, en Anne zei het al, in hele zware tijden. En de podiumkunsten, waaronder de muzici, ja, die hebben echt heel zwaar weer nu over zich heen. Het gaat juist heel erg juist over de wetenschap en nieuwe vaccins en de sneltesten en wat dan ook. Hoe krijgen we volgens jou, draaien we dat om en de waarde van kunst weer, juist het belang van kunst hier weer over het voetlicht te brengen? Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ja, maar die kan je wel aan. Nou, ik stel de vraag graag. En ik ga heel graag op zoek naar het antwoord. En ik denk dat mijn toetreding tot de Academie van Kunsten daarin een belangrijke rol kan gaan spelen. En verder heb ik me aangemeld voor het bestuur van de Academie van Kunsten en ben ik ook aanvaard als nieuw bestuurslid. En ik denk dat die vraag voor mij een hele prominente rol zal gaan spelen. Maar het antwoord heb ik nog niet. Nee, en waarom ben je een goede bestuurder of heb je graag de touwtjes in handen? Waarom wil jij lid worden van het bestuur? Het is vooral uit nieuwsgierigheid. Oh, oké. En wat betekent sowieso dat je gevraagd hebt voor deze academie? Ja, dat is een enorme eer. Echt een enorme eer. Ik beschouw mezelf overigens als een vooruitgeschoven post van mijn groep. Kalefax Rietquintet. Kalefax is al nu dit jaar 35 jaar een grote speler in de kamermuziek in Nederland. En we zijn wereldwijd actief. Ik denk dat wij... Dat het goed is dat er een vooruitgeschoven post van die groep in de Academie van Kunsten zit. En ik wil graag op die manier die rol invullen. Ja, dank je. Veel succes daarbij. We zien je straks bij de installatie. Goed, we gaan naar de volgende live verbinding. Want deze komende ode, daar zien we Kiki nog even.
is niet van tevoren opgenomen. Ik weet niet waarom, misschien had hij er geen zin in, maar hij is er nu wel vanuit Brussel. Volgens mij Willem Bongers-Dek, hij is directeur van het Huis De Buren. En het Huis De Buren is een huis voor cultuur en debat. Willem Bongers-Dek, Brussels, are you there? Ja, hier zijn we. Hey. Hier ben ik. Ja, maar ik zie je nog niet. Ah, nee, ik zie weer Raaf. Nou, dat is altijd wel leuk om de andere... Maar je komt even de Timbergenzaal zo binnen. Willem. Kijk. Ja, waarom wilde je dit ben live doen? Want jij ging, het gaat een ode brengen aan Maxim Februari. Niet de minste. Ja, ik houd nogal van de levende cultuur. Ja. En een directe verbinding tussen Vlaanderen en Nederland staat ook nogal hoog op mijn programma. Dus vandaar leek het me mooi om toch zo fysiek mogelijk aanwezig te zijn. Voor de kijkers thuis, ik zit hier te midden het oeuvre van Maxim Februari in een verder lege boekenkast achter mij. Je hebt het goed gestyled inderdaad, ja. Goed, nou Willem, take it away. Ja, wat moet je doen als je een probleem hebt en je hebt er last van? Je kunt het probleem ontleden, naar filosofische fundamenten graven en de echte vraag onder jouw probleem vinden. Als je zo komt tot de kern van de kwestie en dan wil komen tot een echt antwoord op die wezenlijke vraag, moet je opnieuw verbinding zoeken met de levende, menselijke omgeving waarin wij noodgedwongen voortschokken tot ons bewustzijn eindelijk is opgenomen in de klont, de wolk, de cloud. Hiermee heb je je probleem nog niet opgelost, maar je hebt er door de ochtendlijke klaarte die in je hoofd is ontstaan misschien wel minder last van. Met je zo verworven klare kijk kun je ook anderen helpen in de zinvolle transformatie tot een weldenkend en weldoend bestaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat je te lui bent om dit te doen. Zeker als het niet één probleem van persoonlijke aard is, maar diverse maatschappelijke problemen betreft. En al helemaal als de mensen van je verwachten dat je er ook nog eens bevattelijk over schrijft. Het vergt namelijk nogal wat van een mens om eerst wijsgerig, juridisch en literair onderlegd te raken, vervolgens de moeite te nemen om echt na te denken en als je eenmaal in die heldere kelder van het diepe denken bent beland, niet de concepten die je daar hebt gevonden te verwarren met de warme werkelijkheid, maar juist in te zetten op een betekenisvolle bijdrage aan die werkelijkheid. Gelukkig is er nog hoop. Want de methode die ik net in een radicale reductie aan jullie opdiende, is die van Maxim Februari. De genereuze, erudite, speelse, lichtvoetige en ongelooflijk geestige denker en schrijver die we vandaag in de bloemen zetten door hem, veelzeggend gezien zijn technologiekritiek, te installeren. Een schrijver die altijd eenzijdigheid aanklaagt zonder te zeuren. Die altijd het grote verhaal ziet zonder de kleine mens uit het oog te verliezen. Een schrijver die altijd beheerst schrijft over onbeheersbaarheid. Die altijd zinvol tegen de onzin tekeer gaat. Altijd Februari, altijd Maxim. Altijd Maxim Februari, altijd. Max, proost. Dank je Willem. Je drinkt wel iets te vroeg, want volgens mij moeten we dat aan het eind doen. Maxim, fijn dat je er bent. Kom iets dichterbij. Ja, dank je. Wat spreekt je aan in de woorden van Willem? Iets wat je wel herkent of zeg je... Nou, ten eerste dat hij live doet, dat spreekt mij bijzonder aan. En vloog dan ook nog eens een keer niet uit de bocht. Dat is helemaal mooi. En verder het hele idee van in de kelder afdalen en weer opstijgen vind ik ook een mooi beeld. Ja, ja. De afgelopen columns die ik ook las, je maakt je heel veel zorgen om allerlei dingen. Waar maak je je op dit moment de meeste zorgen over in deze tijd? Het is wel een grote vraag, ja. Van mijn oeuvre overblijft, de grote zorgelijkheid ervan. We maken ons dit jaar geloof ik allemaal zorgen, dus dat hoef ik verder niet zo toe te lichten. Ik probeer op een of andere manier die keldertrap inderdaad weer op te klimmen en te kijken wat er boven te doen valt aan die zorg. Ja, je zei in Zomergasten vorig jaar van schoonheid is een mensenrecht. Dat sloeg eigenlijk heel erg aan, maar wat zie je, gebeurt daar iets mee of denk je nou nu in binnen de academie ga ik me daar... Daar eens even hard voor maken, want nu mag je iedereen ongevraagd van advies voorzien.
Volgens mij mag iedereen altijd, ieder ander ongevraagd van advies voorzien. En volgens mij mag iedere burger, ook de regering, ongevraagd van advies voorzien. Dus dat is niet een prerogatief van de Academie van Kunsten. Maar ik ben wel toegetreden omdat ik erg nieuwsgierig ben naar de anderen. Om te zien wat ze doen in de kunst. Op het gebied van schoonheid en op het gebied van betrokkenheid en wat dan ook. Ik had eigenlijk gehoopt dat toe te treden een beetje te zien hoe ze dat doen. Omdat je kunt wel naar kunst gaan kijken, maar hier dit biedt de gelegenheid om de zelfkanten van te zien, de achterkanten, te zien hoe al die mensen dingen maken. Dus het is wat jammer dat wij allemaal zo ver van elkaar af zitten en zo allemaal in huis zijn opgesloten, want nou kan ik dat toch nog niet bij ze. En ben je ook nieuwsgierig naar de wetenschappers die ook in dit huis huizen? Heb je daar ideeën over van, ik wil daar ook wel een soort samenwerking of ik wil weten hoe dat werkt? Ja, ik weet wel een beetje hoe dat werkt. Maar ik moet zeggen dat ik vind dit wel een slinkse manier om de KNAW binnen te komen. Want dat had me altijd heel goed. Je zit trouwens heel mooi in een soort clair obscure opstelling. Een soort oude schilderij met één kant donker en één kant licht. Wat misschien wel ook wel jou typeert. Ja, dankjewel Maxim Februari. En ik wens je heel veel succes toe hier in deze plek. We zijn bij de volgende ode. En die is voor Theo Jansen, de grote kunstenaar met de strandbeesten. En die wordt uitgesproken in audio, maar er is beeld van Theo Jansens werk overheen door Leila Akinci en zij is galeriehouder. Het is een grote eer voor mij om over je werk te mogen spreken, Theo. Als ik aan jouw werk denk, dan herinner ik me meteen aan onze eerste ontmoeting in 1997 in jouw atelier in Delft. Toen ik jouw atelier betrad, was ik meteen ondersteboven van alles wat ik daar te zien kreeg. Met gele elektriciteitsbuizen gemaakte delen van een beest dat loopt, op houten paneel gemonteerde delen die bewegen, die je spieren of zenuwen van een strandbeest noemde. Je vertelde me toen hoe je eerst op de TU Delft had gestudeerd, maar dan had besloten kunstenaar te worden. Je schilderde halfnaakte dames en had er heel veel succes mee, maar dat verveelde al snel. Toen ontwierp je een machine die het werk je uit handen nam en het schilderij voor je maakte. Kort hierna ontwierp je een gevaarte dat je over de daken van Delft liet zweven. Iedereen in Delft en daarbuiten dacht al snel dat er een UFO te zien was. Maar toen kwam je op een heel ander spoor terecht. In een van je columns die je toen voor de Volkskrant schreef, had je het over beesten die je zou willen maken die zand kunnen ophopen zodat de duinen altijd even hoog blijven. Dat was de geboorte van de gedachte om het strandbeest te creëren. In eerste instantie was de bedoeling om Nederland te redden, want voor de stijgende zeespiegel moest een oplossing bedacht worden en dat zouden wel eens strandbeesten kunnen zijn die lopen in de wind en zand weten te scheppen. Je reed langs Gamma en kocht de gele elektriciteitsbuizen die je toen nog met doorzichtig plakband aan elkaar verbond. Je creatie van beesten kwam op gang. Intussen zijn je strandbeesten wereldberoemd. De meesten zijn constant op reis naar musea en festivals over de hele wereld. Je bent de kunstenaar-wetenschapper die levenloze materie zoals buizen omtovert tot lopende, zandschuivende, windvangende creaties die actief op het strand lopen of passief in een museum de schoonheid van hun bestaan laten zien. Zelf vind ik ze dan het mooist als ze letterlijk en figuurlijk door hun hielen zijn gezakt. Geen beweging vertonen, maar laten zien dat ze al een verleden hebben. Je noemt ze dan uitgestorven, maar voor mij leven ze ook dan. In mei 2020, tijdens de uitzending bij Monde op televisie, werd je de vraag gesteld: hoe houd je het vol, Theo? Want de creatie van bewegende organismen gaat vaak gepaard met mislukking. En ik begreep toen dat het juist de mislukkingen zijn die jou ertoe hebben aangezet om door te gaan. Want intussen is het doel niet meer om de kust van Nederland te redden. Het doel is naar een heel andere oever verschoven,
namelijk het proces van de evolutie. Stel je voor dat dieren die in miljoenen jaren zijn geëvolueerd tot wat ze nu zijn, veel sneller gemaakt konden worden. Met dezelfde principes van de evolutie, maar in het tijdsbestek van 30 jaar. Dat is zo lang als de strandbeesten nu bestaan en zich nog steeds verder ontwikkelen. Theo, ik begrijp dat je doel om Nederland te redden geweken is voor het doel van het maken van de beesten. Het gaat nu om de utopie om beesten te creëren die steeds vernuftigere loopmechanismen ontwikkelen, zodat ze ooit zelfstandig en zelfvoorzienend kunnen zijn. Maar ook dat is wellicht in voorwendsel, want hoe heerlijk is het om beweging op zich te creëren. Het perpetuum mobile, maar dan volgens Theo Jansen. Ik heb 23 jaar lang je oeuvre mogen volgen en hoop dat jij en ik het bijna eeuwige leven hebben om nog veel meer mee te mogen maken. Je noemt het irrationeel optimisme, ik noem het geniaal. Geniaal, aldus Leila Akinci, de galeriehouder over Theo Jansen. Theo? Ja, hallo. Ja, wij zijn natuurlijk allemaal weer flabbergasted door die fantastische beelden die je maakt. Het was eigenlijk wel heel mooi dat Leila alleen maar een audioboodschap had ingesproken. Dus wij konden jouw beelden er allemaal overheen plakken. Als je daarnaar kijkt, denk je ook, ja, dat is gewoon best wel geniaal. Nou, ja. Nee, ik weet niet. Het lijkt geniaal, maar het is eigenlijk niet geniaal. Het is iets wat... Kijk, de hele schepping is geniaal. Als je het ziet, zeg maar, hoe de ontwikkeling is gegaan in de evolutie. Hoe dingen zijn ontstaan. Zo ontstaan ze eigenlijk ook bij mij. Zeg maar, in mensen die denken dat ik een soort intelligent design neerzet, die hebben het bij het verkeerde eind naar mijn idee. Ik probeer namelijk de hele tijd dingen uit. En dan, in de meeste gevallen gaat het niet. Het is een soort van mutatie. En de meeste mutaties die werken niet. Maar soms gebeurt er wel eens iets wat een beetje hoop geeft. En daar bouw ik dan op voort. En dus ik zou eigenlijk zeggen, het is niet geniaal. Het is meer dat ik wel heel hard werk. En dat ik het... Ja, dat is niet zo moeilijk, zeg maar. Want ik werk op het strand. Dus ik heb een fantastisch leven. Ja. Ja, dat lijkt me ook. Leila zei het ook al, jij bent eigenlijk bij uitstek de homo universalis, hè, wetenschap en kunstenaar in één, Da Vinci van deze tijd. Wat heeft deze academie voor jou dan te bieden? Zoek je dan, denk je inderdaad, ja, ik heb wel zin in die wetenschappers op te zoeken, of je denkt, ik heb hun wel een lesje te leren? Ja, alle twee misschien. Ik denk dat de gewoon gesprekken met mensen, dat lijkt me, daar kijk ik naar uit om die te hebben. Op een gegeven moment, als de crisis voorbij is, dat inderdaad bij een dinertje, dat we gezellig kunnen uitwisselen. Ja. En daarbij ben ik al volgens mij getorpedeerd in een onderwijscommissie. Dus ik mag deelnemen aan gesprekken over het bevorderen van kunsten in onderwijs. Ja. Toch nog heel even terug op wat Leila zei. Je hebt ooit met heel veel succes halfnaakte dames geschilderd. En dat verveelde je dan al snel. Waren het die dames of het schilderen dat jou verveelde? Daar was ik wel benieuwd naar. Nou, het kwam eigenlijk door die vliegende schotel die ik boven Delft liet vliegen. Toen, dat kwam op televisie. Ik ben een paar maanden beroemd geweest even in Nederland in 1980. En daarna kon ik niet meer de concentratie opbrengen om te schilderen. En dat kwam, ja, ik had eigenlijk geproefd van een grote Axeliadius. En ik kon me niet meer daarnaar concentreren. Dus toen begon ik die machines te maken. En ja. Dat daar kunnen die dames niet tegenop inderdaad. Nee, gefeliciteerd met je benoeming. En heel veel succes met je plek hier en op die andere positie. Dankjewel. Theo Jansen. Nu waar ik net abusiefelijk over begon, de ode aan Hanna Barefoots. En die is dus geschreven door Mitzi van der Pluim. En die zocht iemand die het moest voorlezen. En die stelde mij daarover aan, want dat moest een professional zijn. Een pro. En ik ga mijn best doen. Als ik haper, hoop ik niet dat ik gekielhaald word. Dit is het boekje. Wat iedereen ook krijgt. De beste manier om in korte tijd
iets over Hannah Barefoots en haar veelomvattende en veelzijdige oeuvre te vertellen, is door te laten zien hoe het ontstaat aan de hand van haar meest recente boek Wat wij zagen, het Boekenweekgeschenk 2021. Gevraagd worden voor het Boekenweekgeschenk is een van de meest eervolle en prestigieuze opdrachten die een schrijver kan krijgen. En de meesten zouden het verzoek dan ook onmiddellijk juichend omarmen. Zo niet Hannah. Want voor Hannah staat altijd het boek voorop. Aan gelegenheidswerkjes doet ze niet. En dus, terwijl ze de CPNB nagelbijtend achterlaat, gaat Hannah eerst onderzoeken of één van haar ideeën nu bruikbaar kan zijn. Want ideeën heeft ze altijd en ze houdt ze goed bij. Maar zit er één bij dat binnen de gegeven termijn en binnen de vastgestelde maximale omvang zou kunnen werken. Maar ook als dat er blijkt te zijn, voert ze de spanning nog even op en zegt ze nog geen ja. Want een idee is maar een idee, dus eerst moet er van alle bruikbare ideeën een synopsis uitgewerkt worden om te zien of het werkt. Als gezegd, gelegenheidswerkjes, daar doet Hannah niet aan. Het moet altijd echt goed zijn en daarbij gaat ze niet over onvolgroeid ijs. Pas als ze na de eerste schrijfbeweging het gevoel heeft dat ze op een goed spoor zit, zegt ze, ja, ik wil. Een opgelucht CPNB. Werken met Hannah is topsport en daar houden wij van. Evi Hoste, Rianne Blaakmeer en ik, Mitsie dus. We willen niets liever en dit is een voorrecht om te werken met iemand die zichzelf en haar omgeving dwingt om op het allerhoogste niveau te functioneren en nooit in te leveren op de kwaliteit van een idee, een tekst, een boek. En ook in andere fases van het maken van boeken, in dit geval het geschenk, word je daarvoor beloond. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat de schrijver tijdens het proces geheel vast kwam te zitten en alleen maar rust vond in de gedachte dat de inleverdatum nog ver weg was. Helaas voor mijn gemoedsrust had hij of zij, dat laat ik in het midden, de inleverdatum daarbij verward met de datum waarop de boeken geleverd moesten worden. Dat zal je met Hannah niet gebeuren. Want vanaf het moment dat het idee zijn eerste vorm heeft gekregen, weet ze goed wat ze wil. Om te beginnen zal ze nooit iets schrijven als haar eerdere boeken. Ieder boek weer maakt ze een enorme ontwikkeling door. Nooit kiest ze voor een onderwerp dat ze al kent of een vertelvorm die ze beheerst. Ze gaat stappen verder en breidt haar mogelijkheden als schrijfster per boek verder uit. En ondanks dat voortdurende experiment heeft ze vanaf het eerste begin grip op de materie. Hannah begrijpt haar personages extreem goed. Als je haar zou vragen wat een personage in een willekeurige situatie buiten de roman zou doen, weet ze daar meteen een antwoord op. Ze is echt intiem met haar personages. Dat is de ene basis van waaruit ze het experiment aandurft. De andere is het feit dat Hannah een geweldige stylist is. Dat ze het instrument, de taal, zo goed beheerst dat ze er uiteindelijk elke melodie kan laten klinken, mee kan laten klinken. Over iedere zin is nagedacht. Niets staat er bij gebrek aan beter. Als redacteur weet je, zomaar een woord eruit gooien zou het ritme, het metrum verbreken. De derde kwaliteit die haar tot een grote schrijver maakt is het vermogen om enerzijds precies te weten wat ze wil en daar ook aan vast te houden en anderzijds erg goed te kunnen luisteren, te kunnen schrappen en opnieuw beginnen aan een scène. 4 of 5 versies te schrijven als dat nodig is en net zo lang tot precies het door haar beoogde effect is bereikt. Want weten wat je wil is pas het begin. En ook om je daar toch bij te laten begeleiden is onderdeel van een groot talent. Uiteindelijk is het altijd haar meesterschap dat de doorslag geeft. Want soms zijn de verschillen tussen de afzonderlijke versies zo klein dat je ze als lezer niet eens meer opmerkt, waarbij de scène eerst niet werkte en de tweede versie ineens wel. En altijd met het vermogen om met minimale middelen grote dingen te zeggen. En zo zagen wij het Boekenweekgeschenk onder onze ogen ontstaan, telkens een stap dichter bij haar einddoel en ook niet zo vanzelfsprekend binnen het maximum aantal woorden dat het geschenk heeft. Maar daar houdt het voor Hannah niet op. Ook de stadia daarna, het omslag, de flaptekst, de teksten voor de boekhandel, promotiemateriaal. Hannah weet precies wat ze wil en waarom. Eigenlijk kun je wel zeggen dat al haar omslagen door haarzelf ontworpen zijn. Totdat het in de winkel ligt, is het voor haar niet klaar. Ik heb het geluk gehad met een aantal heel grote schrijvers uit Nederland en het buitenland te mogen werken. En telkens als ik met Hannah werk, valt me weer op. Ze is van de allerhoogste klasse. Ze is een grote. Ze heeft dezelfde inzet en hetzelfde talent. Ze ontstijgt de Nederlandse literatuur. Ze is van wereldniveau.
dames en heren van de academie, voortaan heeft u een ster in uw midden. Mitzi van der Pluim, uitgever, uitgeverij Pluim. Hanna, ja. Daar ben je. Een ster. Wat vind je, wat? Eerste reactie, want het zijn natuurlijk een prachtige ode. Ja, ben vereerd. Een ster, tof. Ja. Maar opvallend aan je werk is... Nee, ik denk dat Mitzi het... Sorry, ja, zeg. Nee, ik denk dat Mitzi het heel goed heeft beschreven. Ja, dat stergedeelte laat ik even aan haar en aan jullie. Maar ja, ik ben heel precies. Mijn lat ligt hoog. En ja, ik vind het fijn dat zij dat ook zo ervaart. Maar opvallend is inderdaad wat zij zei, dat je steeds een ander thema, een ander boek, dan ook weer een andere stijl. Is het zo dat je dan verveelt, zoals de halfnaakte dames van Theo Jansen of zo, van die beheers ik al? Of is het meer dat je een uitdaging wil uitgaan? Waarom wil je het steeds op een andere manier? Nou, ik begin eigenlijk nooit vanuit het idee, ik wil een uitdaging aangaan. Dat hoor je vaak, dat cliché van ook, zegt een uitdaging, maar eigenlijk elke keer... Als ik dan halverwege ben, dan heb ik eigenlijk spijt dat ik het mezelf zo moeilijk heb gemaakt. Dus dan denk ik, nou, deze uitdaging had eigenlijk niet gehoeven. Maar ik wil wel altijd iets nieuws doen. Het is inderdaad misschien, ja, het gaat ook niet bewust. Maar ik zou nooit twee keer iets willen maken dat op elkaar lijkt. Ja. Toch een hang naar, een beetje kinderachtige hang misschien zelfs, naar originaliteit. Nou, dat lukt je. Jij doet volgens mij ook al veel onderzoek. Wat spreek je aan? Ga je bij de KNW, heb je al meteen bedacht van... Hey, daar zitten wat wetenschappers of andere kunstenaars... waar ik wat kan hebben voor mijn volgende boek? Ja, niet zo concreet. Want ik weet nooit zo concreet wat ik hierna ga maken. Maar ik heb zeker wel parasitaire motieven gehad. Ik hoorde net ook al wel het woord dinertjes vallen. Dus ik moet wel zeggen dat die me ook wel trokken. Maar nee, het lijkt me super interessant om met de andere kunstenaars... maar ook de andere wetenschappen van gedachten te wisselen. En misschien net een voorsprongetje te krijgen op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Want veel van mijn romans zijn natuurlijk gebaseerd op technologische of wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja, dus daar kijk je naar uit. Ja, zeker. Ja. Nou ja, gefeliciteerd met je lidmaatschap. En we zien je zo terug in de slot... het slotakkoord. Heb je zin in, hè? Ja. Het glaasje. Hanna Werfert. De volgende ode is voor Igoné de Jong. Nou, net Igoné de Jong natuurlijk echt ongeveer onze beste, mooiste ballerina ever. En dat zij net, zij heeft haar lichaam als instrument, nu geveld wordt door griep. Gelukkig is het alleen maar een griep. Zij kan hier dus niet bij zijn, helaas. Heel veel beterschap, Igoné, als je dit ziet. Maar er is wel een hele ode, een hele mooie ode aan jou gebracht. En die is uitgesproken door de creative agent... creatief agent Vanessa Henneman. Ode aan Igoné de Jong. De beste ode zou zijn haar hier live te zien dansen. Maar we zullen het online moeten doen en ik zal het proberen met woorden. Voordat ik Igoné als danseres leerde kennen, leerde ik haar kennen als vrouw. Later kwam ik erachter dat daar eigenlijk helemaal geen verschil tussen zit. We spraken elkaar, min of meer toevallig, in een vliegtuig richting Zweden met een gangpad tussen ons in. Het viel me meteen op hoe gracieus ze was, hoe verfijnd, haar houding, haar hele voorkomen. Alles was in controle, perfect. Maar hoe ze met me sprak was los, verfijnd, creatief, vrij en heel persoonlijk. Haar woorden fladderden als vlinders door haar hele wezen heen, waardoor er lucht zat tussen haar verder perfect getrainde voorkomen. De eerste indruk die Igoné bij mij achterliet was dus die van een bloedmooie vrouw. Een van de stijlvolste die ik ooit had gezien. Maar die indruk werd onmiddellijk aangevuld door haar eigenheid en liefheid. Een vrouw die mij zomaar in vol vertrouwen haar hele wezen liet zien... met een gulheid waardoor ik op een andere manier naar de wereld moest kijken. Zelfs het vliegtuig van een prijsvechtermaatschappij met schreeuwerige kleuren... werd er milder van, mooier. Want het was pas maanden daarna dat ik Igoné zag dansen...
En ik begreep meteen wat recensenten bedoelden als ze schreven over haar prachtige lange lijnen, zonder dat iemand mij ooit had verteld wat lange lijnen zijn in dans. Ze liet me zien dat dansers niet goed zijn vanwege hun techniek, maar vanwege hun passie. Ik zag een kunstenaar. Want als Ione danst, dan is er niet meer dan dat. Dan wordt alles het hier en nu. Spannend, sensueel en bloedmooi. Ik begreep wat er gebeurde in dat vliegtuig. Ione maakt met een plechtige schoonheid het normale bijzonder, het individuele universeel. Bij Ione is er geen onderscheid tussen de danseres en de dans. Ze is de dans. Ze is het leven. Dank je wel. Oh, wat een mooie woorden van Vanessa Henneman voor Ione de Jong, die helaas ziek thuis zit. En ik was zo benieuwd en ik wilde haar vragen wat die lange lijnen dan waren. En ik begreep ook dat je iedereen wil laten dansen en wat dans natuurlijk kan betekenen. Nou, zeker binnen de academie vindt dat wel een plek. Heel veel beterschap en heel veel succes. We gaan door naar de volgende ode en dat is over John Kermeling. En die wordt uitgesproken door regisseur en zij schreef ook een scriptie en een boek samen met John Kermeling, Suzanne Helmer. We gaan naar haar kijken. Hallo allemaal. Hallo John. John Kermeling heb ik leren kennen omdat ik in 1993 afstudeerde met een scriptie over zijn werk. Daarna heb ik meegeschreven aan een goed boek, waarbij we alle tekst zo precies en zo kort mogelijk hebben gehouden. Een beetje zoals bij het bekende Mandje van Tichelaar van Maxime Hartman. Mandje van Tichelaar? Nee, nog korter. Kort. Mand! Daardoor is het misschien niet heel nuttig geweest voor mijn schrijverscarrière. Slagroom, spaghetti, koffieworst, ijs, kauwgomsoep. Maar een goed boek is nog steeds een goed boek. Meestal krijg je gewoon een vraag van iemand die wil iets. Dus wil een beeld of die wil iets in een park. En dan denk je, kijk, wat is er aan de hand? En dan moet je daar zo strak en mogelijk en geef je daar een antwoord op. Ik kijk naar de vanillefabrieken en dus al die goede voorbeelden, die trek je gewoon over. Er is gewoon een kokenprofiel met een T-profiel erop en alles wat draait er vast zit in dat T-profiel. En dan is het klaar, dan is het gewoon goed. Ik snap ook niet dat er nog telkens nieuwe dingen verzonnen worden, want het is ongelooflijk goedkoop en simpel. En het wordt niet uitgevoerd, waarschijnlijk omdat ze denken, ja, maar zo kan ik het ook. Maar dat is juist de kwaliteit van een goed plan. Goed stedelijk leven begint bij een straat waar alle functies gemengd zijn. Alle soorten gebouwen, dus boerderijen, garages, bioscoop, alles aan een weg. En dat je overal heel makkelijk kan komen, makkelijk kan parkeren, makkelijk te bereiken. Als je dan zoveel plek op de grond in beslag neemt, waar maak je de auto dan als ruimte die je kan gebruiken ook niet zo groot? Dus kom je gewoon op een rechthoekig doosje uit. Zoals een boer bijvoorbeeld zijn boerderij gaat verbouwen, die zal nooit een schuur zo neerzetten dat er moeilijk met zijn tractor in kan. Dat staat altijd op een hele slimme plek. En als het zo is, dan ziet het er ook automatisch goed uit. Dus die schoonheid is helemaal ingebakken in of het goed functioneert. Ik wou iets maken wat helemaal actueel was en wat nooit altijd bij de tijd bleef, nieuw. Ja, kun je denken nieuwer of nieuwste of het allernieuwste. Maar nieuw is een heel open, vrij open woord. Net zoals goed, een goed boek. Het beste boek is, ja, dus, daarna is niks meer. Ik zeg een goed boek, altijd goed. Dus, goed glas wijn, een prettig weekend. Van alle buitenlandse paviljoens hebben wij de meeste bezoekers. Want de meeste paviljoens is toch een doos, een blok met een deur. En ons paviljoen was open. Je kon er gewoon in, je kon die weg op. Je kon er ook beneden rondhangen. Het was continu alles open. En deze, Gumba. Ongelooflijk goed. Het is een troost, het is uitzichtloos, het is goed bedoeld, het is helemaal fout, het is heel erg, het is onblijvend, het is alles tegelijk. En dat is de definitie van goed. Dankjewel. Ja, de ode van Suzanne Helmer, maar eigenlijk het meeste kwam John Kermeling. John, zelf in beeld. John, ik vind jou een beetje de Johan Cruijff van de architectuur. Weet je wel, je ziet het pas als je het door hebt. Ben je er? Dank voor het compliment. Nou ja, dat is goed. Nou ja, je hebt het over van, het is eigenlijk zo, de oplossing ligt voor het oprapen. Jij ziet hem, maar iedereen zegt het is te makkelijk en daardoor wordt hij niet uitgevoerd. Maar is het zo simpel of is het meer toch jouw blik die eenvoud ziet?
Nou, vaak ligt de oplossing zo voor het opraken dat menigeen dat gewoon ontgaat. Ja. Je ziet daar natuurlijk te ingewikkeld over. Ja, daar wordt te ingewikkeld over. Dan maak je leuke dingen en dan zeggen ze, god, wat kwam er een kleine zusje of een klein broertje, kan dat ook. Maar ja, waarom doen ze het dan nog niet? Hè? Ja, maar dat is al zo lang, hè? Dat zeiden ze over Karel Appel ook, ja. Ja, en waar ben je op dit moment mee bezig? Nu met de kloppende kalender. Is een kalender voor zon en maan. Ik had gelezen dat om de 19 jaar de zon en de maan trouwens van elkaar weer dezelfde plaats innemen. En ik wou het eens controleren, dus ik ben gewoon vooruit gaan tellen. Dat is een paar honderd jaar vooruit en dan tijdens de zon en de maan daarmee rekening houdend dus. En inderdaad, mijn 19 jaar past weer precies een aantal dagen van een maand in het jaar. En dan nog eens een keer weer 19 jaar, en dan zat er weer één dag naast, en dan nog eens een keer. En toen zat het weer precies, klopt het weer, was het weer helemaal rond. En toen ben ik ook terug gaan tellen. Dus het verleden gaan tellen, en het was de eerste keer zat er net iets naast. En de eerste 19 jaar zat er één dag naast. En de tweede keer 19 jaar was het precies weer gevuld. Was het weer, kwam ik op nul uit. Ja. Weer op nul, nog een keer op nul. En dan is er nog een moment dat, dat je dezelfde omstandigheid krijgt die maar je John, terugtelt. Ik ga je onderbreken, want je hebt hier allemaal topwetenschappers onder je. Die kunnen dat toch allemaal lekker voor je doen? Hé, hey, dat is heel simpel. Dan zou je een hele eenvoudige, goede kalender ook verwachten, maar die is er eigenlijk nog niet. Maar nu op deze manier komt hij er wel aan. Dus ik kan nu de verre toekomst, die kan ik zo aan het verleden knutteren dat je nou een soort continue kalender krijgt die dan weer wat uitkomt. Een soort donutvorm. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik begrijp het nog niet helemaal, maar het is blijkbaar heel simpel. John, heel even, wat betekent het lidmaatschap van die academie en ook bij de KNAW? Wat betekent dat voor jou? Het lidmaatschap van die academie, daar was ik natuurlijk ook zelf zeer benieuwd naar, want dat was een complete verrassing dat ik zo'n uitnodiging kreeg. Dat goh, wat is er nou? Nou, toen kreeg ik een uitnodiging van Anne. Die zei, kom eens kijken. Dat was in februari, dus dan gingen we erheen. En ik dacht een van de, een toespraak of zo, of een ding. Maar ze zei, kom, zal ik je het gebouw laten zien? Hè? Het gebouw was ongelooflijk gaaf om erheen te lopen. Dus het is eigenlijk een optelling van een stuk of vijf verschillende soorten gebouwen uit verschillende tijden die op alle manieren aan elkaar geknipt zijn. Dus we gingen de kelders door, de dingen door, via de trappen weer verderop, de gangen door. Er kwam weer een nieuwe soort ruimte, weer vol met een beetje oranje trapleuning. En toen zei je ja. En boven kwamen we op een soort balkon en keken zo over Amsterdam heen. En, geweldig, nou hier zou ik wel een hangmatje willen ophangen. Ja. Volgens mij mag dat allemaal, ja. Nou ja, volgens mij is de academie heel erg blij met jou. Never a dull moment. En gefeliciteerd alvast. Dankjewel. Kijk uit naar de volgende ontmoeting. Ja, zeker. Nou, iedereen kijkt ook uit om jou te ontmoeten. Dankjewel, John Kurmeling. Ode 8, we zijn er bijna. Gaat over Dries Verhoeven. En die wordt uitgesproken, let op, dat is wel in het Engels, door een curator, een kunstenaar, producer en heeft heel erg veel met de podiumkunsten. Ash, ja, daar komt hij. Ash Boulayev. Oké. I have an honor to speak very briefly about an artist I respect tremendously, but also a human I love and learn from every day. Someone I'm very lucky to call my friend. Dries Verhoeven is my friend, my collaborator, my teacher, my moral compass, my idol. Big words, I know, but in this case, I can say them proudly. The thing about Dries that has always amazed me is that he never, ever compromises. Dries never settles. He has perpetual doubts, and by that I mean an endless reservoir of curiosity. But he never compromises his beliefs, his dreams, his devotions, and his vision. This is one of the biggest lessons I have learned from him. Doubt everything, but settle for nothing and no one. The other quality I'm in awe is Dries's intensity of empathy. And I do not mean melodramatic passive sympathy,
He traces things with his ever-curious mind, but he feels with his heart, and he acts with his gut. We live in extremely turbulent times. Andries never stops questioning what is his role and duty as an artist and a human being in relation to how our societies, institutions, political regimes, markets, habits, status quos unfold in our lives. Another quality I'm astonished by is Dries' refusal to succumb to templates of his medium. He has never allowed himself to slack off and to simply repeat a successful technique, a device, an approach. He always begins with the tabula rasa. What is the form that can best carry the context of the new work? This is the eternal question of Dries' practice and his genius. And this is why both funders, presenters, and audiences alike have a difficult time categorizing what Dries does. Is he a theater maker, a visual artist, an activist, a poet, a satirist, a video artist, performance art maker, a conceptual artist? And I hope these classifications continue to expand. For Dries' practice, curiosity and humility are never binary, never simplistic. So how can the form and medium of his expression be pinpointed and tagged? And lastly, what unites all who have come into contact with Dries' artworks is that there are no easy answers in his work and ideas. The reason is very, very simple. Dries questions big, complicated, hard issues, and he's intelligent enough to understand that the only approach possible is to question. He chooses to do so in a medium that requires constant interaction with live audiences. And the brilliance of Dries' approach is that he puts the audience, ourselves, into the role of the protagonist. He asks us to ask the hard questions together with him. He asks us to take a stance, to never simply digest, to work, to dig. And through this labor, he offers us agency, our own ability to decide and act, because we have done the work and have the self-confidence to leave the theater, the street, the scary ride, the container, with the resolution to look around with clarity of intention and understanding of how complex our existence has become. Thank you. Ash Bulayev over Dries Verhoeven. Dries? Ja, jullie doen ons wel wat aan, hoor. Ja, wat vind je van... ja, dus... Wat viel je op in zijn verhaal? Man. Dat was wel een hele mooie ode. Wat viel me op? Ja, ik herken me natuurlijk volledig in wat hij zegt. Het, ja. Of nou ja, de complimenten daar gelaten. Het continu wisselen van speelveld is iets wat hij benoemt. En wat eigenlijk sinds ik begonnen ben als kunstenaar aan de hand was. En dat heeft te maken een beetje met wat Hanna ook zegt. Een behoefte aan originaliteit. Maar voor mij ging het ook over... het weten dat mijn eigen onzekerheid een voedingsbodem kan zijn. En dat ik die vorm van onzekerheid vooral heb op het moment dat ik het medium nog niet beheers. Dus dat betekent dat de momenten dat ik begon als scenograaf. En op het moment dat ik dat vak te zeer begreep. En de instellingen waarvoor ik destijds werkte te goed begreep. Ik meteen vertrok. En dat was ook zo toen ik vervolgens regisseur werd en vervolgens eigenlijk het continue op zoek zijn naar wat Anna had het over disbalans. Dat is iets waar ik zowel in mezelf naar op zoek ben als in de kijker. En dan is het natuurlijk de vraag hoe ik mijn eigen disbalans weet te communiceren of inzichtelijk weet maken of een vorm bedenkt waarin je... waarin er iets ondergaat, waarin je niet kijkt naar een representatie van een situatie, maar waarin je zelf je even heel ongemakkelijk voelt. Dat is wat ik hoop te bereiken, wat heel vaak niet lukt en soms ook wel. Ja. Hij zei, he never compromises. Ben je wel leuk om mee te werken? Dat is niet helemaal waar, hoor. Ben ik leuk om mee te werken? Dat betwijfel ik best wel vaak. Dat moet je even mensen in mijn team vragen, maar inderdaad, ik ben compromisloos. Ja. En op het moment dat ik op zoek ga naar dat is ook wel, ik heb ook wel een liefde voor media die nog niet door anderen gehanteerd zijn. Dus dat ik
vorig jaar heb ik iets gemaakt met een humanoid, een bijna menslijkende robot. En dat, ik denk niet dat het heel leuk was voor diegene die robot ontwikkelde om met me te werken, omdat ik toch ja, ook wel op zoek ging naar het onbekende. En dat er, ja, het is ook heel leuk natuurlijk om samen op zoek te gaan naar het onbekende, maar het, ja. Ja. Autonomie is niet iets wat me ligt. Je onderzoekt, even heel kort, ook in jouw laatste werk, u bevindt zich hier. Ik las in een interview met Vrij Nederland, waar je eigenlijk onderzoekt als je helemaal, want je hoeft helemaal geen contact te hebben, hè? Maar je kan alles online bestellen, Netflix kijken. Maar wat doet dat met de menselijke ziel? We zitten er nu middenin. Is het voor jou een hele interessante testcase waar we in zitten? Of vind je het viel even weg. Doodeng? Is het? Oh. Is het wat? Nou, omdat jouw werk, u bevindt zich hier, gaat heel erg over deze situatie. Hè? Dat we alles zonder menselijk contact kunnen hebben. Ja. Ja is dat een interessante case waar je in zit? Of maak je je ook wel zorgen om waar het met de menselijke ziel heen gaat als we geen lichamelijk contact meer kunnen hebben? Nou, zorgen we. Zorgen zijn eigenlijk nooit zo voedend in het proces. Het gaat eerder. Ik constateer inderdaad wel dat ik en mijn buren, dat die langs elkaar heen lopen. Dat we hele ongemakkelijke momenten op de trap hebben waarin we zowel geïnteresseerd zijn in elkaar, maar elkaar ook als vijand zien. En het feit dat we nu in een tijd leven waarin elke mens een mogelijke vijand is, want een virus met zich mee kan dragen, vind ik uitermate fascinerend. En ja, ook voedend. In de manier waarop we met de dood omgaan, is ook iets wat ik nu heel prominent eigenlijk naar voren komt als gedachte. Dat de reflex die je ziet dat we als maatschappij hebben, is een hele vrolijke reflex eigenlijk. Ik woon hier aan een park en je ziet in die coronatijd heel veel mensen loungen. En een heel, het is nu even weer een paar weken geleden, maar heel veel barbecues. En heel veel mensen die toch vooral aan elkaar uitstralen dat we het met z'n allen gaan doen. En dat we er bovenop komen. En zoals de podiumkunsten in Nederland ook heel lang bleven beweren eigenlijk. We kunnen verder op Zoom. We gaan het doen. We gaan toch door met datgene waar we mee bezig zijn. En dat is een hele positieve reflex. En ik denk dat de tijd ook vraagt om het negatieve even in zijn vuile bek te kijken. Ja, en dat kan jij. Doe een poging. Dat doe je. Dank je, Dries Verhoeven. De ene laatste ode is, twee vrouwen die we heel goed kennen. Het gaat over Haline Rijn en Carice van Houten. Ja, jubelt haar toe. Oké, lieve Hali. Ik ga dit voorlezen, want ik kan geen teksten meer onthouden. Ik kan het niet meer. Ik ga dus nu echt een soort speech houden. Je weet hoe graag ik speeches geef. Not. Maar deze toch heel graag voor jou. In zowel haar spel als in haar regie omarmt Haline de duisternis. De verholen, donkere kant van de mens brengt zij naar het licht. Ze tilt de steen op en schijnt haar liefdevolle licht op de pissebedden. Dit doet ze op zo'n onvoorstelbaar, zorgzame, originele en humane manier dat het troostend werkt. Ze verbindt ons door taboes bespreekbaar te maken, onze schaamte te ontleden, te observeren zonder te oordelen. Ze kiest nooit de weg van de minste weerstand en vecht als een leeuwin voor waar ze voor staat. Ze gaat aan de kant voor de minderheid en opereert vrijwel egoloos. Altijd over het grote geheel, niet alleen het detail. Ze is wars van burgerlijkheid en zoekt altijd het extreme op. Ze strijdt om vastgeroeste narratieven om te buigen en is daarin onvermoeibaar. En ieder die onder haar tere, doch krachtige vleugels komt, voelt zich gezien en gehoord en is veilig. Ik hou van haar met alle vezels in mijn lijf die ik heb. Wij zijn in hart en ziel voor altijd met elkaar verbonden. Voor altijd en altijd en altijd. Of je nou wil of niet. Ik zou je in principe nu ook ten huwelijk kunnen vragen, maar dat is dan toch een beetje awkward op zo'n dag als vandaag. Liefje, gefeliciteerd. Ik hou van jou. Carice van Houten over Haline Rijn. Ja,
ik vind toch jammer dat jullie niet getrouwd zijn. Er zijn mensen om minder redenen met elkaar getrouwd. Ja, exact. Ja, heel lief. Heel, heel lief. Echt lief. Ja. Echt een mooie, lieve boodschap. Ja. Je bent natuurlijk heel lang actrice geweest. En je bent nu ook als regisseur werkzaam. Vertel je het verhaal dan anders? Geef je het een andere armslag? Vertel even waarom je dat ook in die rol het fijn vindt om een verhaal te vertellen. Ja, het voelt wel. Ik bedoel, ondanks dat ik super dankbaar ben voor mijn acteercarrière en alles. Ik bedoel, alles wat ik nu als maker doe, heeft natuurlijk daar zijn geboorte gehad, laat maar zeggen. Dus ik heb daar alles aan te danken. Maar het voelt wel veel fijner om zelf iets te mogen vertellen, als ik heel eerlijk ben. Het is wel veel. Het voelt helemaal alsof ik nu samenval met wat eigenlijk de bedoeling was of zoiets. Meer dan in het alleen het spelen. Ja. Maar je zou ook jezelf kunnen regisseren en het dan zelf spelen. Ja, maar dat doet toch ook. Maar dat helemaal niet. Nee. Nee, maar ik ben echt met pensioen. Nou, je ziet er best goed uit voor iemand met pensioen. Hey, wat? We hoorden Dries net hebben. Wat zo'n beetje dat positieve. Wat doet deze crisis met jou? Ben je nog hoopvol of moedeloos? Want ja, we hebben het al eerder over gehad. De podiumkunsten, ja, die hebben het gewoon ongelooflijk moeilijk. Ja, maar ik ben niet meer de podiumkunsten. Dus ik bedoel, ik vertegenwoordig het zeker als zijnde iemand die een diepe liefde heeft voor de podiumkunsten. Maar ik ben echt eventjes in een andere wereld nu. En dat is de film- en tv-wereld. En dus mijn hart gaat uit en bloedt voor de podiumkunsten. Maar zelf ben ik lekker aan het schrijven, lekker aan het ontwikkelen. Ja, ja. Maar met draaien kom je ook, stuit je ook op problemen. Dus jij zit lekker. Je kan nu. Ja, met draaidagen wordt het wel weer lastig, toch? Zeker. Dus voor mij staat deze tijd heel erg voor. Ik vind het heel vet wat Dries trouwens zegt, dat we het duivel in de bek moeten kijken. Hoe je het ook formuleerde, want daar ben ik het helemaal mee eens. En de dood omarmen en de donkerte omarmen. Iets dichter bij de microfoon, Halina. Ja. Oh, voor mij staat deze tijd heel erg voor bezinning. En ik probeer het maar een beetje te nemen als een tijd waarin ik inderdaad onderzoek mag doen en mag pruttelen en wat pannetjes op het vuur zetten en de wijn die mag rijpen. En eventjes niet naar buiten, niet het podium op, niet voor de camera of achter de camera staan. Dus ik ervaar het als prettig, maar natuurlijk tegelijkertijd is het voor de kunsten en voor de podiumkunsten is het een hele, hele, hele zware tijd. En dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. Ja, en wat kan de academie voor jou betekenen? Waar heb je zin in? Waar kijk je naar uit? Ik vind het heel erg spannend. Ik kijk heel erg uit naar de kruisbestuiving. Ik vind dit al heel fijn om vandaag zoveel te horen over mensen en ik vind het ook heel spannend waar wetenschap en kunst elkaar ontmoet. En ik kijk ook heel erg uit naar wat ik zelf zou kunnen geven aan anderen. Of wat ik kan betekenen. Of hoe de academie mij kan inzetten voor hun nobele doelen. Ik kijk vooral met heel veel nederigheid naar die academie. En heb nog zoiets van, vertel mij maar wat ik moet doen. Oké, dat zullen ze vast doen. Dankjewel, Halina. Ik zie je zo terug. We gaan naar de laatste nieuwe lid van de academie, en dat is Michael Dudok de Wit, beroemde animator, Oscar-winnaar. En Thomas Doebele, ook een beroemde documentairemaker en geluidsman, die heeft een ode aan Michael Dudok de Wit. Ode voor. Er zal waarschijnlijk aan het einde van de productie een moment komen waarvan ik denk, kan ik nog even 3 dagen hebben om dit te verbeteren? Jean-Christ, tu voulais me montrer le petit bout où il est sauté en l'air. Tac. Paf. Je weet dat je kunst nooit perfect zal zijn, maar je weet dat je ernaar beweegt. Dat je een oriëntatie hebt naar het perfecte. Beste Michael, we hebben je voor het eerst ontmoet in je tuinhuisje thuis in Londen, waar je in volstrekte eenzaamheid als een kluizenaar je fantasieën op papier zette. Nog weer later zochten je regelmatig op in Angoulême in Frankrijk, waar je meer dan 2 jaar lang met een team werkte aan je eerste lange handgetekende animatiefilm The Red Turtle. Nicolas? Ça va maintenant? Wat ons fascineerde is je ongelooflijke bevlogenheid, ijver
doorzettingsvermogen en creativiteit. En dan ben je ook nog sympathiek. Het was voor ons de eerste keer dat we in de wereld van de animatie terechtkwamen. Wij als documentairemakers werken vanuit een bestaande situatie. Er is een omgeving met beeld en geluid en daar gaan we mee aan de slag. Jij als animator moet alles van tevoren bedenken. De situatie, het decor, de motoriek van de personen, tot en met de schaduw van het schuim van de terugrollende golf op het strand. En dan moet je het ook nog tekenen. 24 beelden voor 1 seconde film. En dat vraagt concentratie, geduld, niet opgeven en altijd denken dat het nog beter kan. En dat, Michael, ben jij ten voeten uit. Je vertelt in je animaties over ons, over het leven, over verlangen, vreugde, afscheid en verdriet. En daarbij weet je ons ook nog een verhaal te vertellen waarin we ons herkennen en dat ons ontroert. Beste Michael, we wensen je alle goeds. En u zag beelden uit zijn documentaire Het Verlangen van Michael Dudok de Wit van 4 jaar geleden. Michael, je bent, ja, waar zit je? Je woont in Engeland, geloof ik, hè? Ik zit nu in Londen. Kun je me horen? Ja, ik kan je horen. London Calling. Ja. Ja, London Calling. Je hebt ook een boodschap ingesproken. Eigenlijk ook een soort waarin je je tot de academie richt. Dat gaan we zo direct bekijken. Ik heb alleen nog een paar vragen aan je. Want iedereen zegt ook wel wat Thomas ook heeft. Van, je hebt helemaal niets, dus alles moet uit jou komen. Hè? Het verhaal. En dan moet je ook nog 24 plaatjes. En dan denken wij natuurlijk als gewone stervelingen, waarom? Wat geeft het jou dat je zulke slow art maakt? Eigenlijk weet ik het antwoord nog steeds niet. Thomas had het over doorzettingsvermogen. Ik heb het doorzettingsvermogen, want ik heb een visie. Of het zal lukken of niet, weet ik niet, maar ik heb een visie en misschien is dat de enige motivatie. Het heeft mezelf verbaasd dat na jaren werken op 1 project, dat de visie sterker werd, dat mijn liefde voor het project sterker werd. Het had net zo goed zwakker kunnen worden. Ja, of inderdaad een vloek, dat je op een gegeven moment denkt, ik ben er genoeg van. Zie je er naar uit, want je hoorde andere leden, al aanstaande leden, om samen te werken met, je hebt nu bijvoorbeeld bij de Red Turtle, moest je met een hele groep samenwerken. En om hier met de academie of met mensen uit de wetenschap, heb je daar al een idee van ik wil, ja, dat lijkt me leuk om daarmee te gaan samenwerken? Wat meteen in mijn gedachten kwam toen ik de uitnodiging kreeg, dacht ik, wij kunstenaars, we hebben allemaal bepaalde dingen in het gemeen, en mensen natuurlijk in het algemeen, maar laten we nu even met kunstenaars blijven. Dat zijn die oeroorzaken, de redenen waarom we dit doen. Wat is ons liefde voor het vak? Waarom zijn we kunstenaar enzovoort? Dat vraag ik ook aan mijn collega's soms. Velen denken er niet over. Ik denk dat dit een heel bijzonder, heel, vooral nu na deze odes, heel bijzonder gezelschap is. En waar ik naar verlang is om op een dag samen te zitten in een restaurant, waar dan ook. En gewoon vragen stellen aan, ik kan ze nu mijn vrienden noemen. Wat ze motiveert, hoe ze dat aanvoelen. Dat zou ik graag willen leven. Ja, nou dat gaat zeker gebeuren. We gaan tot slot kijken naar jouw boodschap aan de academie. Dus we gaan van Michael naar Michael. En dan gaan we over tot de officiële installatie van de Academie van Kunsten. Geachte bestuursleden van de Academie van Kunsten en van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, wilt u alstublieft mijn enorme dankbaarheid aanvaarden voor uw uitnodiging om lid te zijn van de academie. Er zijn een aantal duidelijke redenen waarom kunst zo belangrijk is. En als u het goed vindt, wil ik even 3 redenen noemen die in mijn eigen ervaring het meest relevant zijn geweest tot nu toe. Ik wil mijn liefde en mijn ontzag voor de natuur uitdrukken. Dat wil zeggen niet alleen de dieren en de planten, maar alle natuur.
inclusief bijvoorbeeld de nacht, het zogenaamde slechte weer en de cyclus van leven en dood. Wij mensen, we zijn altijd de natuur geweest, maar we hebben de neiging om dit te vergeten. Ten tweede is mijn werk een zoektocht naar schoonheid. Ik heb het over het puur idee van schoonheid, maar ook over de alledaagse schoonheid die overal om ons heen is. Er zijn twee prachtige, stimulerende vragen. Wat is schoonheid en waarom is het zo belangrijk? De derde reden. Wanneer we van kunst genieten, geven we ons over aan een grotere gevoeligheid, aan een gezonde nieuwsgierigheid. We laten even onze neiging om hard te oordelen terzijde. En daarvoor in de plaats staan we open voor een intuïtieve manier van kijken en luisteren. Bovendien verwelkomen we onze emoties met een grotere eerlijkheid. Ik wil eigenlijk zeggen dat kunst ons wijzer maakt. Dit is natuurlijk een algemene observatie en deze wijsheid is vrij subtiel. Maar ik vind dat we het belang daarvan niet kunnen overschatten. Ik dank u hartelijk en er zal een dag komen dat we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. En daar verheug ik me. Nou, wat een prachtige woorden van Michael Dudok de Wit, de top animator, animatiemaker. Kunst maakt ons wijzer. Ja, mag ik dan nu stilte en aandacht voor de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Nieuwe leden van de Academie van Kunsten, beste kijkers. Ook in de woorden van Anne Vechter is al duidelijk geworden, dit is niet zomaar een moment om een nieuwe groep toe te voegen aan onze Academie van Kunsten. De kunsten zijn een sector die wel bijzonder hard getroffen zijn in de pandemie. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een groep die gezaghebbend de stem van de kunsten kan vertegenwoordigen en die het gezicht daarvan kan zijn in onze maatschappij. U bent allemaal gekozen om uw schitterende werk in heel uiteenlopende disciplines. En wat een prachtige groep vormt u samen. Die verkiezing was een beloning, een blijk van waardering voor uw werk. Maar net als bij de leden van de KNAW is het ook een appel. Een beroep op noblesse oblige. De zalen zijn leeg op dit moment. Niet omdat het publiek er genoeg van had. Veel mensen wachten op het moment dat ze mogen terugkeren naar de theaters, de concertzalen, de bioscopen, de musea, naar boekhandels waar u lezingen houdt en uw werk presenteert. Wij missen jullie. Het grote risico is bovendien dat de huidige crisis een hele generatie aan jonge kunstenaars dwingt om naar andere wegen uit te zien. En dat is precies waar u nodig bent. U bent toegetreden tot een belangrijke verdedigingslinie voor de kunsten in onze samenleving. Een leger zonder oorlog en een leger met bijzondere wapens. Want niet alleen de pen is machtiger dan het zwaard, de dans is machtiger dan het zwaard, de muziek is machtiger dan het zwaard, het beeld is machtiger dan het zwaard, de verbeelding en de vertolking zijn machtiger dan het zwaard. Ja, om heel eerlijk te zijn, wat zouden we in de huidige situatie überhaupt met een zwaard moeten beginnen? Wat we nodig hebben is kennis en verbeelding, onderzoek en inspiratie en het besef van wat we absoluut overeind moeten houden dwars door deze crisis heen. Bij rampen hebben kunstenaars altijd een bijzondere rol gespeeld. Troost, schoonheid, andere manieren van kijken en denken en voelen. Kunstenaars hebben en geven ons een unieke toegang tot een niet hier, niet nu. Ze brengen het verleden tot leven, maken het relevant voor ons heden en wijzen op onvermoede mogelijkheden voor de toekomst. Kunst en wetenschap lijken op elkaar. Altijd nodig, altijd belangrijk, in voor- en in tegenspoed. Het doet me dan ook buitengewoon veel plezier om u allen, Hanna Bervoets, Maxime Februari, Michael Dudok de Wit, Raaf Hekkema, Theo Jansen, Igoné de Jong, John Kurmeling,
Halina Rijn, Typhoon en Dries Verhoeven zo dadelijk officieel te mogen installeren als leden van de Academie van Kunsten. Dat doen we altijd ritueel door middel van een gongslag. Ik ga daarvoor zo meteen naar die gong en ik verzoek u om in de tussentijd de door de Academie met grote aandacht voor detail bijgeleverde flesjes alvast te ontkurken, zodat we daarna spoedig tot het nuttige van de inhoud ervan kunnen overgaan. Ik ben op weg naar de gong. Dames en heren, bij deze installeer ik jullie 10 als leden van de Academie van Kunsten 2020. Nou, wat een prachtige woorden. En nu gaat Anne Vechter, voorzitter van de Academie, Lisbeth Bik, vicevoorzitter van de Academie van Kunsten, en Ineke Sluiter, de president, gaan we met elkaar allemaal het glas heffen. Iedereen heel erg bedankt. Natuurlijk de 10 nieuwe leden, van harte gefeliciteerd. En iedereen die heeft gekeken, hartelijk dank voor uw aandacht. Alles is terug te vinden en ook meer informatie over de leden en over de activiteiten op de site van de KNAW en op de site van de Academie van Kunsten. Dat wijst zich eigenlijk allemaal vanzelf. Wat waren het mooie woorden allemaal? Kunst maakt ons wijzer, kunst maakt ons rijker en kunst en wetenschap horen samen. Dus ik zou zeggen met elkaar, we drinken erop en tot ziens. En gaat iedereen goed? En Igoné, nogmaals, beterschap. Dag en gefeliciteerd.